Ja, echt positief. Inspirerend. Een hoop inzichten mogen ervaren. Ja, een goede opbouw ook van de training. Dus ja, voor mij erg interessant geweest. Absoluut. Ja. Een veilige omgeving waar je met je problemen of je leerdoel goed verder kan komen. En als je als individu aan boord bent, dan zorgt Johan voor de rest. Want hij heeft gewoon hele mooie casus en overzichtelijke prestaties. Goed volgbaar, ja. Ik heb heel veel inzichten gekregen. Alles bijna wat besproken is en qua les, dat komt voorbij in je projecten, in je werk. In deze cursus kwam het iets mooier naar voren. Ten eerste van wat op jezelf van toepassing is, maar ook hoe het je kan helpen om, nou ja, zeg maar met andere mensen in je team, hoe je daar het beste op kan acteren. Uiteindelijk, je houdt jezelf een spiegel voor. Van hoe ben ik als persoon, hè, thuis, maar hoe ben ik dan ook op mijn werk, hè, professioneel gezien. Ja, dat zorgt voor die expeditie om jezelf bewust te maken van waar sta je, wat doe ik en hoe te handelen. En om eigenlijk jezelf een betere projectmanager te maken in deze dan. Kort gezegd is mijn leerdoel dat ik, nou ja, met gesprekken wat steviger uit de hoek wil komen, zeg maar. Hè. Iets meer met spreekwoordelijke vuist op tafel slaan. Maar mijn inzicht is eigenlijk dat slaan helemaal niet hoeft. Als je je gesprek op een slimmere manier insteekt, zeg maar, kun je al veel eerder bereiken wat je wil dan met die vuist. En dat is een van de beide inzichten die mij deze training hebben gebracht. Ja. Ik vind Johan inlevend, een heel breed persoon. Ook moeilijk om er echt iets op een stempel op te leggen, maar hij is ongelooflijk breed in zijn aanpak. Als open, transparant, eerlijk, veilig voelen, interactief. Zo, dat zijn er toch al wat, hè? Ja, misschien is dat ook wat typerend voor een management expedition. Dat ze breder kijken dan dat de meeste cursussen doen.